Het is vandaag. Zitten we, gaan we zo tegenover elkaar, want ik zit naar de camera. Nee, we zijn tegen elkaar babbelen, hè? Oh, wat zeg. Wou je van ergens? Ah ja, dat wou ik doen. Oh ja, nee. De roodkazantje is voor de poep, hè? Het is vandaag woensdag 21, Nationale Feestdag, juli. Absoluut. En ik zit hier tegenover de ravissante, zeg je dat? Ja. Ravissante. Ja. Dat is de eerste keer dat ik dat woord gebruik. Ik weet ook niet heel goed wat dat betekent eigenlijk. Maar... mooi, maar ook stijlvol. Ja, oh, super, voilà, bedankt. Ja, de beentjes. Ja, de beentjes! Zeker. Je komt juist van het podium af eigenlijk. Vijf minuutjes geleden stond je nog op het podium alles te geven. Absoluut. En nu al, met allemaal, je hebt eigenlijk ongeveer een half uur gespeeld. En laten we zeggen dat, nou, 80% was nieuw. Ja, ik heb geëindigd met iets waar ik wist dat mensen... Allee, semi-geëindigd, want dan heb ik daarna nog iets vrijmatig tegenaan gegooid. Maar ik ben geëindigd met iets waarvan ik weet dat de mensen moeten lachen. Dus, en voor de rest... allemaal nieuw. En... zijn er allemaal dingen die je, alle nieuwe dingen die je geschreven hebt? Want we zijn in Joker, je hebt op het podium staan, dus het is even geleden nog op podium. Je hebt een paar optredens gedaan al, denk ik. Maar ook met materiaal waarvan ik wel semi wist van... Ja. En is dat allemaal materiaal wat je geschreven hebt in de corona-periode? Ja. Dus je hebt wel wat inspiratie gehad? Ik dacht nee, maar ik ga keiveel schrijven, ik ga keiveel tijd hebben en dan gebeurt er niks in je leven en dan... Dan is het super lastig om te schrijven. Dus dan, echt vanaf dat het zo terug een beetje begonnen was, dat ik dan dat jobje in die winkel heb gekregen. En als alles zo wat terug op gang kwam, dat we terug naar van alles konden gaan, dat we terug buiten mochten komen. Toen pas, als ik een dagactiviteit had, is er ook inspiratie gekomen. Ja, want je hebt wel een paar dingen over verteld. Ja, je werkt in een kledingwinkel, de Lola Lisa. In Oostende. Dus, in Oostende. Voor wie wil... Tot 1 november werk ik daar nog, dus dan kan je me altijd bezoeken. Nou ja, je hebt wel al wat dingetjes verteld die je daar hebt meegemaakt, die wel funny echt zijn, hè? Ja, funny, maar ook, gisteren stond ik in het begin, vond ik dat super leuk. Ik dacht, dit is afwisselend, dit is leuk, ik ben graag met mensen bezig, ik kan zoiets een mopje maken. Ja. En ondertussen, ik doe liever dit dan op de zetel niks te zitten doen, en ik heb toch geen optredens. Maar zo... gisteren was het eerste moment dat ik echt 's morgens opstond en dacht van, ik vind deze echt niet tof, ik heb er geen zin meer in. Oei. Ja. Oei. En dat komt puur door onvriendelijke mensen. Echt? Ja. Want ik ben altijd van, ik zie het positieve in de mens en dit en dat. Maar ik dacht echt van, wat zit ik hier eigenlijk? Ik heb graag mensen. Maar ik heb gemerkt, ik heb graag mensen als ze stil zijn en naar mij kijken terwijl ik op een podium sta. Ik heb niet graag mensen die praten. Graag publiek. Ja. Ze moeten niet babbelen. Ja, of ja, ze mogen wel babbelen, maar niet onvriendelijk en stom. Nee, ja. Allee. Nee. Ik heb er nog van nog mensen gehoord. Mijn vriend bijvoorbeeld, die van, je denkt, ik doe geneeskunde, ik mensen wil helpen. En ik, op een bepaald moment in mijn leven ben ik gekomen en zegt hij zo, dat ik mensen niet meer wil helpen, ik wil ze gewoon dood. Want... Ja, als je in de medische sector zit, is dat lastig. Maar hij heeft die power ook echt. Ja, het is waar. Dus pas maar op. Pas maar wees op. Maar vriendelijk. Ik zeg niet in welk ziekenhuis hij werkt. Ja. Nee, ja, maar dus, mensen, dat is zo, hè, dat mensen in de horeca ook zo. Mensen zijn vaak onvriendelijk tegen personeel. Tegen mensen die moeten helpen in een winkel. Ja, of en ik snap dat u een dag niet kan zijn. Dat snap ik echt. Ja. En je hoeft ook niet altijd jolig. Maar soms denk ik, allee... Ja. Nee, ja, absoluut. Maar goed, de comedy is ook wel weer terug begonnen. Ja, ik mag terug optredens doen. En ik ben 2 weken terug of zo, ben ik mee geweest naar een van je optredens voor, onwaarschijnlijk eigenlijk. Ja. Vertel eens hoe dat ging en ik hoe heb dat was. Voorverhoor gedaan. Ga even de microfoon ietsje voor Ja, sorry. Dat is niet echt. Ja, mijn drank staat hier. Ja, ik drink alcohol. Je bent alcohol aan het drinken, dat is ook weer iets nieuws. Ja, ik drink nooit alcohol. Voel je het al? Nee, dat kan niet. Ja, ik voel nu al zo wat eil in mijn hoofd. Dus ik wil dat niet weten. Dat misschien omdat in de kelder de lucht wat druk is. Misschien omdat al die asbest hier. Ja, voilà, al die asbest. Ja, de dag dat ik drugs moet proberen, dat moet ongelooflijk zijn. Dat gaat echt de max zijn. Maar goed. Het ligt nog allemaal open. Je kunt allerlei dingen doen. Jawel. Maar dus ik heb het voorprogramma mogen doen van de one and only Natalia Druids. Onwaarschijnlijk. 2500 mensen. Ja. En dat was super tof. In Middelkerken, voor 2.500 mensen. Ja. Voor een muziekoptreden. Niet evident. Ja,
Nee, want je had op voorhand ook gezegd van ja, mensen gaan wel wat babbelen. Of mensen gaan... Want uiteindelijk, mensen komen niet voor comedy. Als ik het voorprogramma doe van Bart Kanaerts of Xander de Rijken, of dan komen ze wel voor comedy. En ah, oké, deze vrouw kennen we niet. We pakken het er wel bij, want we komen wel voor de comedy. Ja. Maar nu was ik echt wel een beetje bang van, ze komen voor muziek en ze krijgen iets totaal anders. Ja. Maar ik heb toch de indruk dat, dat meer dan de helft goed mee was. En ik heb er wel wat fans bij, denk ik. Ja. Ja, je hebt ook gewoon goed gespeeld. Je hebt je niet laten doen. Toen jij begon, waren er ook mensen nog aan het binnenkomen. Ja, en ze moesten wel zitten. Chaos, het was wel een zittend publiek natuurlijk. Dus het was wel netjes. Maar je hebt ze meegekregen. Mensen waren aan het lachen, applaudisseren. Ja, je ziet natuurlijk ook een liedje. Dus de mensen reageerden wel heel tof. Ja, ik was heel blij. Hoe voelde dat om voor zoveel mensen te spelen? Want voor het optreden was ik echt van, ja, waarom doe jij dit? Waarom heb je hier ja op gezegd? Dit is verschrikkelijk. Waarom doe ik dit? Ik zweet met de pletter. Ik wil dood. En dan kom je op het podium en dan dacht ik echt van, oké, er is inderdaad wat geroezemoes, maar er zijn een stuk of 500 mensen aandachtig. Ik ga dat voor die 500 spelen. En later meer. En naar gelang komen daar meer en meer mensen bij. En toen ik echt op volle gang bezig was, dacht ik van, deze is waarom ik dat zo graag doe. En ik dacht echt van, ik wil dat misschien ook wel, gelijk dan Alex of Alexander binnenkort in de Lotto Arena, voor zoveel mensen staan die effectief voor mij komen. Ik dacht niet dat dat iets voor mij zou kunnen zijn. Ik dacht, ik ga wel wat theatraler, denk dat meer mijn ding is. Maar ik dacht wel van, dat gaf echt een enorme kick, dat was zo leuk. Ja, en wat jij ook echt goed deed en het doet en kunt, en ook hier, kijk, hier in de Joker ligt daar zowel wat voor de hand is, maar je maakt echt een connectie met het publiek. En ik zei, ik had toen vooruit zo gezegd van, let daarop en pas op, en mensen gaan misschien niet zo aandachtig zijn. En dus dat wist je wel al. Maar ik had ook gezegd, probeer niet te veel interactie met het publiek te doen, want ja, het is zoveel volk en die mensen zien dat niet en dit en dat. En je deed het een klein beetje. En dan werkte het wel keihard. Ja. Dus ik had het mis. Maar ik dacht, zoveel volk. En die mensen kunnen die ene... Als je hier tegen iemand babbelt in de Joker. En dan ziet iedereen maar tegen wie je het had. Maar dat is in zo'n grote zaal niet. En toch werkte dat. Ja. Toch had iedereen door. Hey, dat is wel tof. Ik deed dat. En op het moment dat ik dacht van, Fokker had gezegd dat ik dat niet mocht doen. Ja, maar ja, soms heb ik het mis, hè. Maar ik zat erin. En dat marcheerde. En mensen vonden dat leuk. Mensen moesten keihard lachen. Mm-hmm. Omdat ze toch het gevoel hebben, dat doet Natalia niet. Nee, tegen iemand dat niet babbelen. Ja, maar ja. Dat is hier met terugspreken. Dat is hier met terugbabbelen. Ja. Nee, en dat was gewoon keileuk. En je hebt dat gewoon goed gedaan. Ja. En binnenkort ook met Geert Pardoel. Ik heb er zin in. Ja. Ja. Keileuk. We gaan het zien. Dat gaan ook een beetje jongere mensen zijn, denk ik. Dus ik zal eens zien wat dat geeft. Want nu was het echt heel gemengd, vond ik, bij Natalia. Ja. Die heeft echt een heel brede... Allemaal dikke mensen of wat? Nee. Nee, heel divers publiek. Heel divers publiek, ja, voilà. Ja. Heb jij soms een publiek voor ogen? Of wil jij gewoon voor iedereen spelen? Of heb je het gevoel van, ja, ik heb toch meer aansluiting bij jonge mensen of oude mensen? Of? Nee, ik wil echt wel voor iedereen spelen. Voor iedereen die dat denkt van, ik vind deze grappig. Ja. Maar ik weet het niet, want ik ben aan het denken, soms in een cultureel centrum is er dan wat ouder publiek. En die denken van, leuk, een jonge persoon, zo fris en fruitig. Ja, en dan weten zij veel, eigenlijk. Ja, dan krijgen ze jou. Ja, en dan... En dan als ik voor jonge mensen speel, dan is dat misschien van, die is ook jong, ik heb er een connectie mee of zo. Ja, ik weet dat niet. Ik weet eigenlijk niet voor wie of wat ik het liefst zou spelen, voor een publiek dat aandachtig wel is. Ja. Want ik heb ooit op een of ander tuinfeest in Limburg gespeeld, of een of andere dingen. En ik was echt midden in mijn set en ineens zegt er één van, dan zaten twee bommakjes en één bommakje zegt tegen die ander, allee, ik ben dan weg, hè. Ja, gezellig, dag, prettige dag. Allee, tot morgen dan, hè, Janine, dag, hè. En die gaat gewoon zo, die loopt toch voor mij weg, zo. Nee. Echt waar? Dus ik heb liefst wel een aandachtig publiek, maar voor de rest mag je dat alles zijn, arm of rijk. En vandaag was er met het publiek dezelfde verjaardag als jou. Dat was prachtig. Dat is natuurlijk, die kans die is super groot. Zeker niet als er maar 25 mensen in het publiek zijn. Nee, maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die op 7 oktober verjaarde. Ja. Buiten mijn meter nu toevallig. Ja, meter is verjaardag. Ja, want mijn mama die zei vroeger altijd, heb ik godverdomme maar niet een dochter en één kleindochter en verjaarde die op dezelfde dag. Ik was er zo kei droevig. Je was keihard, die moest hij, omdat hij dan maar op één dag zo en dan dikwijls gaf hij ook samen een feestje of zo. En dan was dat zo van, verdorie, ik kwam meerdere feestjes. Maar ja, het was een jongen daar ook op 7 oktober. Nou, geweldig. Het was superleuk. Je hebt het gewoon goed gedaan. En op naar het volgende. Ja.
Gert Verdoel, en wel nog? Heb je nog dingen in het vooruitzicht? Volgende, deze... Ik weet nog niet wanneer je deze potten gaat. Ja, dat weet ik eigenlijk ook. Oh, ja. Dus deze zaterdag speel ik in Mielkerke. Dan maandag speel ik in Dendermonde. Ah ja, de ik heb de comedy ding. Ja, ja, ja. En ik bedoel, dat is eigenlijk, want normaal gezien is de zomer een hele rustige periode, maar valt eigenlijk goed mee. Ja, de 4e augustus speel ik in Westmalle. Ah ja, ja in de hometown. In de hometown. Heb je daar extra zenuwen voor? Gaan er veel mensen zijn die je kent? Goh, mijn papa organiseert het, dus ah, ja. Ik vrees een beetje van wel. Jouw vader is ook wel jouw grootste fan, maar ook jouw meest kritische mijn grote, fan. Ja, misschien wel ook mijn grootste criticus, ja, ja. Maar wel, allee, op het einde van de dag zegt hij wel altijd van, ik ben heel trots op u. Maar hij is ook wel, hij is wel eerlijk, hè? Hij is wel... Hij is heel eerlijk, hij zegt het direct van, dat was niet goed, maar dan achteraf zegt hij dan wel van... Ja, had ik het eigenlijk zo niet bedoeld. Dat was heel... Ah. Dus het is niet zo... Allee, dat ik getormenteerd word, sorry, maar... Nee, ja. Allee. Ja. Maar ik heb echt... Ja, ik heb daar nog veel... Ja, ik ga met Lucas optreden ook. Wat? Ja, met Lucas? Ja, ja, ja. 3 keer in het Fakkeltheater. Omdat ik dacht... Lucas, mijn papa kent die ook heel goed, want die is daar soms muzikant. En die ah, ja. Had, de Luc die volgt mij dan met de stand-up comedy, maar hij is dan de oude garde met ja, de revue ja. En alles. En hij zei ja, van, dat is echt old school. Ah, wel. En hij zei van, zeg, zie jij dat anders eens zitten om bij mij in de show wat comedy te komen doen? Ah ja. En ik dacht toen, ja, Luc, waarom niet eigenlijk? Dat zijn misschien... En wanneer is dat? Welke data? 15, 16, 17 augustus of 14, 15, 16, dat weet ik niet. Ja, ja, maar dus midden augustus in het Fakkeltheater. Ja, alles, ik heb een website waar alle data op staan wow, van alles wat ik speel. Super. Ongelooflijk. Super. Ongelooflijk. Dus, en dan ga ik liedjes zingen en al. Dus mensen kunnen jou in het Fakkeltheater zien of in de Lollalooza. Lisa, hoe heet het nou? Lollalooza. Lollalooza. Ja. Lollalooza. Dus ze kunnen mij in de winkel... En heb je nu een kledingstuk aan van de Lollalooza? Nee. In de winkel, als ik in de winkel werk, wel. Ah ja, dat is verplicht. Ja, dan krijg je, ja, maar dat is wel super nice, want ik mocht in een andere winkel ook beginnen. Maar daar zei ze, ik zeg, ja, hoe zit het met het uniform van de winkel? En dan zei ze van, ja, één keer in de maand krijg je dan een budget waar je kleren mee mocht kiezen en je mocht die dan achteraf hebben. En ja, fokken, dat was rap beslist. Ja, tuurlijk. Dan ga ik hier komen werken. Ja, ja, en ja, tenzij het de CNA is, maar... Dat is niet waar. Oh nee, dat is niet waar. Nee, maar in de CNA, ik dacht vroeger, dat is de moederwinkel. Ja, ja. Want mijn moeder koopt daar ook effectief. En die is wel super hip, hè. Ik heb ook veel geleerd gekocht in de CNA, maar dan hadden ze tenminste nog grote maten. Ja, ah, oh, voilà. Dus ik niks negatiefs over de CNA. En overlaatst kwam ik daartoe en ik dacht, godverdorie, die zijn hier thriving. De CNA. Die hebben echt nieuwe tof hippe... Tof verdediger. Helemaal de hippe, die zijn de hippe kant op. Dus, allee, ik ben... Voilà, de gesponsord door de CNA. Ja! CNA sponsor me. Nee, is niet waar. Cola Zero sponsor me. Waarom moet Cola Zero? Omdat ik dat enige is wat ik drink. Fokker. Echt? Ja. Okay. Mag dat wel bij beugel? Ik weet dat eigenlijk niet. Ik weet dat niet, maar ik merk wel dat mijn tanden zo licht aan het verkleuren zijn. Ik moet ook keiveel doen om die wel wit te houden, want ik hou wel van witte tanden. Ja. En ik denk dat dat wel een beetje soort cola is. Ik zet ook s'nachts ook zo'n beetje een flesje cola zero naast mijn bed. Dat ik echt al van maar dat is toch, daar zit, hoe zeg je dat, cafeïne, die goed om te slapen, kan toch? Kan niet zonder. Ik ben echt verslaafd. En ik heb dat heel lang ontkend, totdat iemand zei van, ja, dat... Als je een flesje cola zero naast je bed hebt staan, in plaats van een glas water, of, dan ben je echt slecht bezig. Ja, dat is echt ja ik weet niet of je slecht bezig bent, maar het is misschien niet per se heel handig. Nee. Ook omdat je er volgens mij wakker bent. Ik heb een koffie naast je bed, is ook misschien niet zo slim. Nee, maar dat wordt ook kou, hè. Waarom zou je dat doen? Ja, kou koffie, hè. Dat is lekker. Ja. Maar, maar een beetje slagroom dan, maar die slagroom die gaat dan ook weg. Kijk, ze krijgen ook nog culinaire tips, ze krijgen vestimentaire tips, ze krijgen culinaire tips. Alles eigenlijk. Ongelooflijk. Nog een kleine tip oh. Voor het wildlife. Egels geen melk geven, die worden daar ziek van. Egels? Ja. Ja, jij bent ook een soort... Oh, jij hebt ook altijd... Jij bent ook te veel beestjes, hè. Jij bent echt... Jij bent ook... Soms ben je een beetje de oude ziel in een jong lichaam. Ja. En soms ben je een nog jonger ziel in een jong lichaam. Soms ben je 3 jaar. Ja, maar soms... Ik ben zo dit weekend voor een eerste keer met het kindje van mijn nichtje naar de zoo geweest. Maar die is nog net geen 1 jaar. Ja, ja, ja. Dus we zijn aan een dierentuin. En ik heb een abonnement, maar ik kom daar meestal niet als het heel druk is. Want ik ben wat meer op mijn gemak liefst en zo. Want ja, iedereen herkent mij natuurlijk. Welke zo is dat? Dat is zo van Antwerpen. Ah ja, dat is zo van Antwerpen. En...
ik moet altijd echt, ik heb tranen gaan lachen met die kinderen dat daar zijn, want kinderen zijn zo grappig. Ja. Op een bepaald moment zitten we zo bij de neusogen. Eigenlijk moet je naar die beesten kijken, hè? Dat ja. is een beetje het dingetje van een zoo. Ja, ik weet het, maar op een bepaald moment zitten we bij die neusogen, en dat was zo'n kind. Ik weet niet, het was zo groot ongeveer. Ja. En ik weet niet hoe oud dat dan is. En die was zo, hé, hey, neushoorn, neushoorn. Maar die kunnen zo met alles wat die in hebben. Hé, hey, neushoorn, kijk eens, neushoorn, neushoorn. Zo met alles wat die in geeft. En die neushoorn kijkt zo toevallig zo naar dat kind. En dat kind zo, ik heb een Fanta. En wat zei die neushoorn toen? Die zei, goed gedaan, jongen. Ik ken het ook, ik dacht van, oh, dat kind heeft een Fanta, zo tof voor hem. En dan waren we zo in die vlindertuin, dat was zo'n een of ander kamp dat er was. En er was een jongetje met een pet, en op die pet kwam er een vlinder zitten. Ja. En op een bepaald moment, dat kind beweegt zo niet meer, en die echt zo... Luister, luister. Er zit een vlinder op de pet. Zo, was ook heel grappig. Oh. En toen dacht ik, ja, ik wou dat ik terug zo was. Ah ja, oh, niet, ik wou kinderen. Dat is die, je wil, dat is... Ja, ook ooit misschien wel, maar liever nu niet. Maar je, eerst, liever, je eerste reflex was zelf een kind zijn ja. in plaats van maken. Ja, misschien wel. Ja. Alright, dat is misschien ook. Dat is nu nog de reflex. Ja. Dat is heel misschien goed. Binnen een paar jaar. Voilà. De toekomst van Jan en Mietjes, dames en heren. U hoort het hier eerst. Het was zeer fijn. Je hebt keigoed gespeeld. Merci. Het was leuk. Je hebt ook, ja, je kunt ook gewoon leuk met de mensen. Je laat je ook niet uit het veld. Er gebeurt iets. Je commandeert het podium. Je hebt het zeer goed gedaan. Ik ben trots. Bedankt. Ik ook op jou. Ja, ik heb niets gedaan eigenlijk. Om wie je bent. Oh, dankjewel. Ja, de Mietjes, dankjewel. Slider. Dat rood washandje is voor de poep, hè. Wat? Dat rood washandje is voor de poep, hè. Welk rood washandje? Ik doe veel van de Van Eijgens. Ken dat niet? Ah, nee, dat ken ik. En dus op een bepaald moment... Maar kan ik mag dat nog snel vertellen? Ja, ja, vertel. Op een bepaald moment is er zo... een jongen zo... van, ja, kom, moet rap weg. Begin nu te wassen. En dan zo... Ah, ja, ja. Die pakt zo'n washandje zo. Van, ja, allez, en dan heb je tanden al gepoetst. Ja, met dat washandje zo. En tanden al gepoetst. Maar de moeder beneden zegt... Dat rood washandje is voor de poep, hè. En dan had hij er zojuist zijn gezicht en zijn tanden mee. Dat is heel goor. Ja. Typisch Jan van... Jan, ja. Doei! Fokkast. Het is vandaag woensdag 21 juli. En ik zit hier in de kelder van de Joker. Via live in de kelder zit ik tegenover Mohsin Abbas. Mohsin Abbas. Hopla, het gaat al mis. Het gaat al gelijk mis. Mohsin Abbas. 9 op de 10 zegt dat mis. Dus... Ja, natuurlijk. Ik had het ook verkeerd geschreven. Ja. En dat is een soort... in Comedyland is dat een totale no-go. Dus ik heb het ook allemaal verbeterd. Absoluut. Het is, dus voor de duidelijkheid, het wordt geschreven M-O-H-S-I-N. Ja, klopt. En we spreken het uit, Mohsin. Nee. Mohsin. Mohsin, eigenlijk... zonder H dan, die H. Ja, silent H, maar eigenlijk spreek het uit in het Arabisch als Mohsin. Ah ja, Moh. Ja, Mohsin. Okay. Zo spreken we Marokkanen in de tijd, Mohsin. Ja. Maar eigenlijk, ja, bij ons zeggen ze Mohsin. Mohsin. Ja, zoals Bosin. Ja. Mohsin. Mohsin gaat toch het bos in? Dat is eigenlijk jouw carnavalsliedje. Zo onthouden mensen meestal. Mensen dan. En het is gewoon Abbas. Vanaf Abbas. Is gewoon Abbas. Abbas is makkelijk. Dat is makkelijk. Dat is gewoon Abba. Dat zijn twee Abba's. Voilà. Abbas. Eén Abba, twee Abba's. Ja, voilà. Dus ja, het is helder dat jij... wat is de origine van die naam? De naam is Arabisch, maar ik ben van Pakistanse origine. Ah ja. Ja, oké, okay, goed, ja. Maar jij woont al super lang. Jij bent gewoon geboren in... Geboren in België, in Vilvoorde. Ah, ja. En opgegroeid in Middelkerken. En nu woon ik in Oostende. Oké. Okay. Ja, want je hebt een West-Vlaams accent. Dat is heel duidelijk. Ja, ik ben gewoon een West-Vlaming. Tuurlijk dat. Dat is mijn taaltje, ja. Ja. En ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk... En daar heb je ook volgens mij een comedy over. Dat het feit dat mensen... Ja, die verwachten iets van jou en ze krijgen gewoon normaal West-Vlaams te horen. Absoluut. Eerst in het begin heeft het natuurlijk... Hetgene dat ze zo half verwachten. Ja, want, ja. Ja, zegt bijvoorbeeld Mohsin Abbas. Meesten zeggen Mohsin Abbas komt nu. Ja. Dus dat is dus ideaal voor mij. Die H, ja. Dus ideaal voor mij. Ze zeggen mijn naam verkeerd. Er is er ook een stuk over in mijn set. Ja. Kom ik op en doe ik zo even hè, wat dat jullie denken dat ik ga brengen. En wat dat jullie denken dat ik ben. En na 2 minuten vanaf dat ik zeg, ik ben van Oostende.
dan is het... ja, en juist. In West-Vlaanderen is dat natuurlijk iedereen zo van... Wow, nu klopt gewoon West-Vlaanderen, de kus. En in andere steden eigenlijk ook. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Ik denk dat jij... Dat het voor jou makkelijker is met een West-Vlaams accent buiten West-Vlaanderen te spelen dan voor West-Vlamingen. Absoluut. Dat is een voordeel. Ik vind dat ook de max. Dat is, ja, maar ja, dat is ook normaal, hè? Maar we zijn toch zo in ons kop geïndoctrineerd dat het beeld moet kloppen met het... Maar ik vind dat ook niet erg op zich en ik snap dat ook. Want ja. Allee, het is begrijpelijk. Aan de ene kant is begrijpelijk dat mensen iets denken bij... het horen van iets, maar het is dan aan jezelf om dat direct dan eigenlijk te breken. Ja, en ook dat als dat dan na 2 minuten gebeurt, dat we dat ook gewoon accepteren, dat ook daar dat klaar is. Voilà, inderdaad. Iedereen heeft voordelen, we gaan niet doen alsof... Ik weet ook, als je mij ziet, denk je, oké, een beetje rare, dikke gast. En als je hoort spreken, denk je, het is nog een Hollander ook. Ja, dat weet ik nou eenmaal. Dat is gewoon wat er gebeurt. Ja. Het grappige is natuurlijk dat mijn lief momenteel is ook een Hollandse. Ja. Dus als wij hier door het stad lopen met 2, dan denken ze, die Hollandse toeristen. Ja. Terwijl ik woon hier al bijna 30 jaar en zij woont hier 10 jaar. Ja. Ik heb een Belgische vrouw, dus bij mij is het altijd van, wat is die gast nu? Is die gewoon veel gebruind? Is die geadopteerd? Dat is zo vaak bij mij, zo van als mijn vrouw Belgisch is, ik raak ook overal binnen in de discotheken. Ja. Ze is ook samen met me daar. Super handje in handje van die buitenwipper zit als het te kijken van, loop maar door. Ja. En hoe bij haar familie, was dat gewoon allemaal vanzelfsprekend of was dat toch ook wel eventjes... Ik denk ergens wel begrijpelijk dat zo wel... maar omgekeerd ook, hè. Bij mijn Belgische. Dus langs beide kanten, dat toont dat mensen wel hetzelfde zijn, maar gewoon van een ander standpunt. Ja, tuurlijk. En ze heeft me voor de eerste keer uitgenodigd dat ik haar ouders en haar familie gezien heb op de trouw van haar mama met haar stiefpapa. Dus de eerste keer dat ik de familie ontmoet heb, was ik haar lief. En dat was gelijk al dat volk. Heel de familie op de trouwfoto's. Zo één voor één. Gelijk op de trouwfoto's. En ik voelde op de trouwfoto's dat ze zo... Hoe zeg je dat zo... Oké, we moeten dit doen. Zet hem erbij, maar we weten ook wel... Maar geef me anders een kostuum aan en een dienblad en dan kunnen we het nog uitleggen. Ja, en uiteindelijk stak ik erop en ik ben er nog altijd. Ja, godzijdank, want je bent gewoon een deel van die familie natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, voilà. Maar mijn moeder was nu ook eigenlijk blij dat ik met een Hollands was en niet met een Vlaams, hoor. Dus, cultureel gebonden. Cultureel, dat is gewoon overal altijd zo. Hey, hoe lang ben je al met comedy bezig? Goh, dat is eigenlijk een grappig verhaal, want ik weet niet of jij dat nog weet, maar ik heb de allereerste keer op een podium gestaan met Humo's Comedy Cup 2012, zonder dat ik ooit... Ik wist ook niet, als je begint met comedy, weet je niet wat comedy is en hoe je eraan begint. En ik zag Humo's Comedy, ik zei, fuck it, ik ga dat doen. Achter 2 minuten en een half ben ik ervan gaan. omdat was in Turkendoos? Nee, dat was in Leuven zelfs, denk ik. Dat was heel lang. Sven de Ridder was dan MC en... Sven de Leijer, ja. Ik dacht van, what the fuck, hé, hoe hak om die eigenlijk in zijn werk? Dat is heel... Hè? En dan was dat zo van, oké, dit is niet hoe dat moet. Dan heb ik gewoon gezegd van, ik ga een keer tekst schrijven. Ik heb 20 minuten geschreven. En dan mocht ik al zo bij je jeugdhuis dat ik zelf gestuurd had van, mag ik een keer comedy doen? Jullie doen comedy. Ja. Ah, maar William Boeva, doe maar 20 minuten. Alright. In 2013 of zo was dat. En ik heb 20 minuten gespeeld. En van die 20 minuten was 12, 13 minuten. Echt goed. Super. Ik heb dat ook opgenomen. Dat is ook de eerste beelden van mij dat ooit waren verschenen. Ja. En toen werd ik in 1 keer geboekt bij een ander optreden. Dat was helemaal weer niet zoals toen, want context is belangrijk. Tuurlijk. Dan ben ik gestopt. Ik heb mijn studies afgewerkt. En sinds dat ik mijn werk heb en mijn diploma... Dus je bent eigenlijk naar dan even humor's niet meegenomen. Ja, ja. 2 shows gestopt, omdat die tweede... dat is altijd... Als je een goede set speelt, is de set erna. Dan denk je, ik kan het! Het is in orde! Iedereen, hoor. Absoluut. En je begrijpt ook niet waarom was die set goed. Waarom? Omdat 120 man daar betaald had voor comedy. Ja. 120 man was dat van... Je mocht wel een halve joke zeggen en ze gingen lachen. Ja. En je krijgt dan motivatie. En dan 2 keer moest ik in een soort bibliotheek spelen, waar kinderen waren. Ja, voilà. En dat was me slecht bevallen. Ik zeg, ja, dit is niet wat ik wil. Stop. En dan zo. Maar dan... Het is altijd goed dat je je studie eventjes afmaakt. Ja, ik ben eigenlijk blij dat het mislukt is toen. Ja. Maar anders heb ik mijn diploma niet behaald. Nee, ja. Nee, ja, kijk. En dan heb je studie afgemaakt en dan ben je... We werken met mijn werk. En dan zeg ik van, kijk, dat was wel iets dat ik graag deed. Dat was een goede avond. Laten we nu eens kijken of dat ik het nog kan. Opnieuw meegedaan Humo's Comedy Cup. Opnieuw goed. Opnieuw een boeking bijgekregen.
En dan, zo in het begin, zo wel een aantal keer wat minder, maar dan had ik zo wel door van oké, context, dit, schrijven. Ja. Nu ben ik effectief 4 jaar intensief mee bezig en ik zie wel dat ik de stappen gemaakt heb. In het begin durf je geen interactie, nu speel ik daarmee. Als de keer een joke minder valt, geen probleem, hetzelfde tempo aanhouden. Zo die beginnersfouten die je in het begin maakt, en ja, misschien maak ik het nog altijd wat fouten. Ja, natuurlijk. En iedereen, hè, dat is voor iedereen een leerproces. Hè. Ook al ben je al 10 jaar bezig, dan ben je nog, kun je nog altijd... Als je denkt dat je... Mensen, dat is mijn mening erover, hè, mensen die comedy doen en die denken... dat ze alles onder de knie hebben, die vertrouw ik niet zo goed. Ja, als jij, want waarom zou je het dan nog doen? Als je niet het gevoel hebt dat je nog iets kunt bijleren, of dat je nog beter kunt, of dat het niet nog een trapje hoger kan, waarom zou je het dan nog doen? In elk optreden leer je bij. Ik heb al vaak gehad, zo zelfs nu nog, van oké, dat werkt op die manier. En hey, die set dat ik nu speel, 4 jaar speel ik die al, en die is zodanig geëvolueerd dat ik vroeger 1 joke had op de 3 zinnen, waar dat je nu 4 jokes zet op diezelfde zin dat je vroeger, omdat je dat dan al zo leert van oké, dit werkt en dit werkt niet. En ja, en ik kan me inderdaad goed voorstellen, zoals je zelf ook al aangeeft, dat je in West-Vlaanderen, dat dat toch een ander publiek is dan in Antwerpen. Ja, of in Gent, of in fucking Limburg, in Hasselt, dat je gaat spelen. Dat is gewoon anders. En op een andere manier kijken die naar wat je aan het doen bent. En zeker, en natuurlijk zeker, dat is een ding, dat weet ik gewoon, West-Vlaams publiek, houdt enorm van West-Vlaamse comedians. Ja. Als absoluut. En bij mij is dan nog in het begin zo van, wat is dat nu? Ja. En dan is het zo, want dat is een West-Vlaming. En dan krijg ik zo wat extra liefde in West-Vlaanderen. Ja. En je merkt dat wel. Ja, ja. Achteraf ook. Dat snap ik. Ja, die West-Vlaamse publiek is heel... geeft heel veel liefde daar. En veel moeilijker naar... nee, ja, ik weet dat... Bas Birk heeft ooit eens... Ik weet niet meer waar het was, maar dat was in West-Vlaanderen. En die riep zo, ja, wie heeft hier een hekel aan Hollanders? En er ging gewoon handen de lucht in. Dat mensen zeggen, ja, hier, ik heb een hekel aan Hollanders. Dat is nog Holland, maar zelfs Oost-Vlaming en Antwerpenaar. Ja. Antwerpenaren zijn altijd achterdochtig. En dan moet je echt wel een goede set komen spelen dat ze gaan meelachen. Ja, maar maar inderdaad, het is natuurlijk het voordeel is wel... en dat werkt ook langs twee kanten. Als ze je goedgezind zijn, zijn ze je goedgezind. Maar als het niet goed is, dan haakt het publiek wel ook wel af. Ja. En als ze niet goedgezind zijn, of ze zijn wat wantrouwiger, als je goed staat te spelen, gaat het wel goed, komt het wel goed. Voilà, dat is inderdaad hoe ik het ook aanvoel. Ja. En ga je dit jaar weer meedoen aan de Humus Comedy Cup? Ja, ik vind dat ik... Want je bent altijd wel een stapje ver. Ben je vorige keer een halve finale geraakt? Nee, vorige keer was ik eervolle vermelding. Dus dat is al zo met bijna, maar net niet. Ja. En ik vind tegen dan, als ik zelf kijk, heb ik vooruitgang gemaakt. Want ik kan zo veel meer inspelen. En ik vind dat ik tegen vorige keer vooruitgang heb gemaakt. Dus ik kan nog een keer meedoen. Ja. We zien wel, ik speel goed. Ik weet dat ik het kan. Ja. Ik moet een goede avond hebben natuurlijk. Ik wil qua nieuwe dingen hebben, want ik weet ook dat mensen zo wat iets hebben van oké, dat is die gast, dus ik wil ook zo wat... Het is nog een proces, maar ik wil zeker meedoen aan... Omdat mensen inderdaad al een bepaald... Jouw begin van jouw set staat al een beetje vast, omdat mensen een bepaald voordeel hebben. Dus dat betekent zeker die 5 minuten, dat je weet dat de helft eigenlijk al geblokkeerd is om alles goed uit te leggen. En dan dat tweede deel kun je doen. En dan als je iets langer mag spelen, als je daar een halve finale of finale mag, dan kun je echt dat alles laten zien. Dat zou super zijn. Ja, dat zou voor jou veel beter zijn. Omdat hè? Nu speel ik ook wel langer en altijd. En ik kan goed tussen interactie en mijn set spelen. Ja. En mensen op zich, ik ga niet te veel op interactie alleen, want dan voelen ze dat je zo enkel aan het zeveren bent. Ja. Ik probeer daar een goede balans in te vinden. En momenteel lukt dat goed, maar ik ben natuurlijk nog ver van waar ik ooit wil zitten. Ik ben nog altijd een aspirant comedian, noem ik dat. Ja. Zoals nog een paar, dus ik heb nog een lange weg te gaan. Ja. Maar dat vind ik een hele fijne, want ik ken ook mensen die even langer bezig zijn als jou en die voor zichzelf comedians vinden. En dat vind ik altijd een lastige, want probeer eerst gewoon eens alles goed te kunnen. En als de mensen een kaartje kopen voor jou, dan denk ik dat we... Nu, ik kan me voorstellen dat dat op lokaal niveau wel al gebeurt. Ja, absoluut. Ik word... Al mijn boekingen, dus zo alle boekingen zelf, al mijn boekingen komen doordat ze me ergens gezien hebben op die manier. Dus al mijn boeken. Dus ik weet van als ik ergens gevraagd word, dan weet ik van oké, die persoon heeft me ergens gezien. En op die manier weet ik van oké, ik wil ook presteren. En dat is ook een leuk gevoel. Maar dat is ook de juiste... Dat is ook een hele goede methode. Want dan weet je dat het vorige optreden goed was. Anders komt er niet een volgende optreden uit. En dan weet je ook...
ja, zo verspreidt die infect zich. Ja, maar ik weet het, in het begin, zoals je zegt, die beginnende comedian, in het begin had ik zo wat meer arrogantie, en zo wat meer van, ik kan dit, en ik ben goed. En hoe ouder ik word, of hoe langer ik erin bezig ben, weet ik van, ik ben lang nog niet waar ik wil staan. Nee. Dus dat is misschien volwassen, nee, dat denk is, nee, ik. Maar, ja. toch zeker binnen comedy, inderdaad. Maar dat is ook zo. En ook, wat er ook zo is, wat je ook voelt, is dat als je in een soort beginnerscircuit zit, tussen de gasten die nog niet zo lang bezig zijn, en dan kun je daar, en ik ken mensen die dan de beste zijn van de beginners, ja, ja. Maar dan moet je ook beseffen, dan ben je niet slecht, ja. Maar dan ben je de beste van de beginners. Absoluut, ja. Dan ben je nog niet dan kom je nog steeds dichterbij, en zo gaat dat. En zo moet dat ook. Zo is dat met alles zo. Dat is een proces geweest, ja. Wat zijn de mensen die jij leuk vindt? Wat zijn je voorbeelden? Wat zijn de mensen waardoor je comedy bent gaan doen? Waarom ben ik met comedy begonnen? Toen ik heel klein was, had mijn broer, dus dat was nog op de Windows 95 of zo, dat je dan zo'n ding moet downloaden. En mijn broer had Eddie Murphy gedownload. Ah ja. Raw and Delirious. Ja. En met zijn paars pakje, ik denk dat dat Raw is. Dat is mijn tweede show. Dat was de eerste keer dat ik dat zag. En ik heb dat herbekeken, ik zei, fuck, dat vind ik zo zalig. Eén man, micro, rondlopen op een podium en dat publiek gaat wild. Ja. Ik zei van, wow, daar is het de liefde begonnen voor stand-up eigenlijk. En, cool. En dan ook Delirious bekeken en wow, echt impressed. En wel, veel later dan pas ook zelf begonnen natuurlijk, maar dit is waarom... Eddie Murphy is wel echt jouw startpunt. Dit is mijn eerste ervaring met stand-up comedy. Met Vlaamse comedy uiteraard, de grote naam, maar ik heb... Wel zoiets met de West-Vlamingen, zo David Halle, Steve Mailleux, dat rouwe zo, dat zo hoog tempo. Dus de West-Vlamingen, maar die wel stand-up doen. Ja, stand-up, en want je hebt natuurlijk ook de West-Vlamingen, je hebt de Gunther Lamoot of Pieter Pretter, en dat is wat cabaretesker. Dat vind ik ook super, hè. Ja, maar David Halle en Mailleux, dat zijn wel meer, dat is zo de stijl, denk ik ook, die ik ook ongeveer heb, van zo... Ja, thema na thema en veel jokes, rap, niet zo dat verhalende. Nee. Ik heb dat ook niet graag, ik voel me daar ook niet goed bij. Bij mij moet dat zo om de zoveel seconden wel een lach zijn. Ja. Misschien als ik later nog volwassener ben, dat ik dat kan meeleven. Nou, en ook als je natuurlijk, nu speel je sets van 20 minuten, en dan wil je gewoon even, als je 3 kwartier moet spelen, dan moet er af en toe een rust in. Dan moet je dat een beetje uittrekken. Maar op dit moment, ja, snap ik, is het op die manier, ja. Dus dat zijn, maar ja, natuurlijk, Alex, nu heb ik al een paar keer ook live gezien. En ja, dat is elke keer knallen. En je ziet dat ook van, dat zijn zo mensen die hun vak goed kunnen. Hè? Bedoel, Nou ja, die is ook begonnen door Eddie Murphy, hè. Dat is ook die zijn startpunt. Ja, tuurlijk. Sportpaleis, here I come. Zalig. Zalig. En wat voor werk doe je nu? Wat is je J-job? Wel, ik ben projectmanager in de staf van de CEO bij Vlaams Investment and Trade. Dat is eigenlijk een Vlaams agentschap voor internationaal ondernemen. Hola. Dus ik organiseer events, ik doe communicatiecampagnes. Eigenlijk een echte vette job. Ja. En een drukke job ook. Maar zeer combineerbaar met comedy. Omdat ik nu zeker met de corona, dat ik nu meer mag thuiswerken. Want we waren normaal in Brussel. Ja. Maar echt een vette job. Met 200 van mijn collega's wonen in het buitenland. Dus zijn diplomaten. En Dat is wel. Dat is niet zoals Amelie Albrecht. Hoe sneller ik met postbode kan stoppen, hoe beter. Jij hebt echt wel... Als jij op een punt komt dat je die overweging moet maken, wordt het nog best lastig. Ja, ik heb een hele goede vrouw die mij met de voetjes op de grond altijd heeft gezet. Ook met comedy en zo. Als ik soms begon te zweven. En ook toen dat ik ook zei van ik wil misschien gewoon alles op de comedy zijn, zo van nee, en kijk, met de pandemie is de beste les, ik ga die sprong pas wagen als die sprong moet gemaakt worden, en niet nu al, want ik heb mijn job, ik kon daar direct op terugvallen. Ben ook gemeenteraadslid in Oostende trouwens. Hola. Ik zit ook in de politiek. In lokale politiek als onafhankelijk activist. Alright. Maar wel op de lijst van de sossen. Ah, ja. Ideologisch leg ik daar wel best bij, maar ik heb wel geen partijkaart of zo, dus ik moet niks naar congressen en al die zever. Dus als je kritiek wilt hebben op Conor Rousseau, fuck hem, maakt mij niet uit. Wow, dat valt eigenlijk wel bij. Ik vind dat wel een sympathieke ding. Ja, ik vind dat ook wel een sympathiek, maar partijpolitiek, dat kan mij geen zak schelen. Je wil echt iets betekenen voor die mensen ginder. Lokaal, omdat ik van Oostende... Ja. Ik ben zot van Oostende. Ik ben alles dat ik heb of gekregen. Is Oostende de... Oké, hier komt hij. Nu ga je ruzie krijgen met je mee in de West-Vlaming. Is Oostende de beste stad van de West-Vlaming? Voor mij wel, absoluut. Ja. Allee... Waar ga je op reis aan je West-Vlaanderen uit? Waar ga je een keer een daguitstap doen?
Oostende, zelfs alleen Antwerpen. Ik ben nu per ongeluk vorige week naar Knokke geweest. Oh, maar jij bent al in de hogere categorie, hè. Ja, nee, ik kon niks betalen, het was veel te duur. En, die hebben, dus ik ga niet meer naar Knokke, want voor mij is een stad pas gelukt als ze een vinyl, dus een platenwinkel hebben, ja, of een stripwinkel. En dat is allebei die in Knokke. In Oostende heb je een vinylwinkel, denk ik, ja, en een stripwinkel ook, denk ik. Denk het wel. Ja, ja. Is dat niet de strip of zo? En ook de Thames heb je ook nog, denk ik. Dus ik denk dat Oostende een betere stad is dan Knokke. Het is officieel nu. Voilà, het is bevestigd. Stoppen ermee. Hoe was dat voor jou? Want ik kan me voorstellen, dat ik voelde dat het bij ervaren comedians al lastig is. Maar voor mensen die dan wat nog niet zoveel ervaring hebben, is zo'n jaar ertussenuit best wel heftig. Hè? Dus een jaar niet kunnen spelen tijdens corona. Ik kan me voorstellen dat dat wel lastig is. Het was allemaal op mijn job dan. Ja, de focus was op job. Ik ben bij een padel. Zoals iedereen in padel, koersfiets of wat was het nog. Ja. Iedereen is begonnen met een hobby dat hij nooit gewoon om weg te zijn van zijn vrouw natuurlijk. Bij ons in West-Vlaanderen zijn padel weduwe. Sinds dat de corona. En ja, bij mij was dat padel volle focus daarop. En ja, kijk, en werk. En elke... het feit dat je niet kon spelen, het feit dat je dan dat... Ja, als je bent goed bezig, je begint die set goed onder knie krijgen. En dan ineens is dat vervolg er niet. Heb je eigenlijk een soort vals jaar ertussen. Maar ja, het geldt voor iedereen. Ja. Dus ik had wel zo'n gevoel van fuck, dat sukt. Omdat er echt wel veel boekingen begonnen te komen. Ik had 10 boekingen in maart en in mei. Ja. Net voor de corona. En dan heb ik zoiets van, jammer, maar... Aan de andere kant, ik had mijn job, dus ik had mijn inkomen. Ja. En ik had zoiets van... Het geldt voor iedereen. Ja, sowieso. Niemand mag spelen. Daarom ben ik ook heel benieuwd wat dat nu gaat geven voor de volgende Humans Comedy Club. Omdat natuurlijk de kaarten... Ik had een beetje overzicht van wie er allemaal goed was. En van de beginners en wie er wel... En nu, ja, je weet niet wat het gaat geven. Hè? Omdat iedereen op een andere manier met dat jaar is omgegaan. Ik ga eerlijk zijn, ik heb niet veel geschreven. Dat was de volgende vraag. Nee, omdat er was geen inspiratie. Iedereen zit met corona en over corona wil ik het niet constant hebben. Maar mensen zijn fucking corona moe. Ja. En je moet er natuurlijk wel misschien een keer een joke over maken. Maar niet een hele set over corona. Nee. Mensen zitten daar niet op te wachten. Mensen willen naar de zaal, denk ik, straks voor comedy en zeggen... Fuck corona... babbel over alles behalve corona, dus allee. En dat was ook, hè? Ik bedoel, elk gesprek, het eerste kwartier gaat over corona. Je kunt bijna niet anders. Het is gewoon, en dan is er zo, je hebt dan nog padel. Een hobbytje. En kun je het goed? Ja, echt wel. Ik vind dat wel. Ik ben P100, maar ik vind dat ik P200 moet zijn. Is er een soort ranking? Ik weet er echt niet. Ja, hallo. Ik heb voilà. Maar moest je toen, zou je ook verslaafd zijn. Ja? Absoluut. En je hebt bijna geen begintechniek nodig. Dat is een artikel online. Waarom dat iedereen padelt? Omdat je geen techniek nodig hebt en omdat het toegankelijk is voor iedereen. Oké, alright. Ik denk dat als ik als sport ga beginnen, dat er een aantal mensen een hartaanval krijgen, maar gewoon van de schrik. Misschien moet je padel. Ja, voilà, oké. En als ik dan, P100 is een soort ranking. Ja, dat is begin, dat is beginnersranking. En nu denk ik, misschien na dit jaar ga ik wel P200. En hoe krijg je dat dan? Of ja, iedereen is begin P100, bij vrouwen P50. Want zij moet lager beginnen, zijn vrouwen. Dat is gewoon zo opgesteld door Tennis Vlaanderen, vrouw moet niet waarom. En ja, bij mannen is dat P100, dus ja. Ja. En hoe krijg je dan een hogere toernooien staat? Door toernooien te spelen. Toernooien en interclub spelen en zo op die manier. Ja. Dus nu ga ik dat doen. En heb je dan vaste partners of is dat dan naar een club gaan en spelen tegen wie... We wisselen. Iedere club heeft een WhatsApp. En dan zo leer je massa's mensen kennen. Ik heb heel die club leren kennen door de WhatsApp. Wie wil er dan? Je kent random mensen. En dat is ook nog wel dan leuk sociaal. Om tijdens... Ja, voilà, die socialiteit. Ja, want dat is in dingen momenteel... Is dat niet gaande, hè? Je ontmoet geen mensen meer. De enige plaats waar ik mensen ontmoette tijdens corona was de padel. Ja. En daarom dat je dan ook zo'n beetje zo'n gevoel hebt van... Oké, we gaan dan. En dan doen ze zo'n event of zo. Ja. En dan waren er mensen besmet en dan moest de bar sluiten. Dat is ook echt allemaal gebeurd. Ja, waarschijnlijk. Ja, tuurlijk. Dat is ook part of the job. Precies, ja. Corona, ja. Dat sukte. En dan de bar gesloten. En dan, ja, fuck it. En dan gelukkig alles opnieuw gestart. En dan toernooien. En dan zie je mensen. En zeg, oké, padel. Sociale activiteiten, padel. Ja, ja. Verder niks.
Hey, toch ook even over je roots, hè? Pakistanse roots, ga je daar ook nog naartoe af en toe? Moest ik in Pakistan zijn en ik babbel zodanig Pakistans, ze geloven niet dat ik van Europa ben. Ik heb daar een jaar gewoond op mijn 17. Dus dat spreek je ook vloeiend? Perfect. Je spreekt Punjabi. En vloeiend West-Vlaams, en vloeiend Pakistan. Punjabi is mijn moedertaal. Dat is eigenlijk de taal waarmee dat ik opgegroeid ben. Punjabi is heet die taal. Van Punjabi MC, dat liedje. Ja, voilà, dat is de... Ja, elke keer dat ik afspeel dat mijn maten zijn, er is al van... Ah, massa, een liedje. Nee, ja, irritant, ik haat dat liedje. Twee keer moeten optreden, ze zetten dat liedje op zeker. Gewoon omdat ze denken... Nee. Goed dat je dat zegt, want ik was... Nee, dat is niet waar. Ik was het niet van plan. Nee. En elk jaar naar Pakistan geweest sinds... Toch wel, ja. Volledig. Mijn vader zijn kant woont daar. En op mijn 17 ben ik daar ook in gaan wonen. Ah ja. Half verplicht. Ja, maar dat is wel... Ik denk wel dat dat veel met je doet. Absoluut. Ik ben teruggekomen, ik heb de tarmac gekust op Zaventem. En ze zeggen vaak, hè, zo, ik was ook zo, Pakistan is 1000 keer beter dan België. Ik was ook zo. Dat is zo typisch iets van identiteit, van mensen van andere origine. Ja. Ik zeg dan, gaat er een jaar gewoon. Ja. Als je een jaar volhoudt. Maar dat is toch hetzelfde als een vakantielief. Dat is zoals een vakantielief. Vakantielief is super gaaf. Totdat het je lief is en ze komt mee en je ziet die elke dag tijdens de shit. Of op vakantie gaan, want bij mij was Pakistan ook vakantie gaan. Dat was zalig. Ja. Je doet dan allemaal leuke dingen op vakantie, maar als je daar woont, dan zijn het de alledaagse dingen. En dan besef je van, fuck, ik wil terug naar België. Wat was de grootste, want ja, een gast van 17 jaar, ja, dan puberteit heb je wel heb je zin in bepaalde zaken natuurlijk. Ja, absoluut. Alcohol, meisjes, zuipen. Alles, ik zat net op dat punt dat was ineens zo van in Pakistan. Oké, ik heb me dan een focus op voetbal daar, want ik was daar supergoed en beter dan die pakjes, dan speelde maar cricket. Dat is echt een fijn, dat is echt zo'n cliché wat waar is. Ja, dat is waar. Dan was je de beste en studeren dikke kan geen kanten. Ah, nee. Ik had dat was ook A-levels Britse studies, dus ik wat de eerste 3 uur moest ik gewoon attendance doen. Waar dat 25 van de 30 man zijn eerste naam Mohammed was. Dus dat was dan aanwezigheidstijd. Mohammed Abdul Abbas. Mohammed. Tenenene. Dus Mohammed is de meest gebruikte naam, want bijna iedere kind noemt Mohammed. Hè? Ja. Bij mij was dat gewoon Mohsin Abbas, maar ik was een van de 5. Bij 25 was het Mohammed. Hè? Dus die zetten dat voor elke naam. Zetten die dat. Ja. En ik speelde gewoon de eerste 3 uur pingpong. En dan de laatste 3 uur naar de klas en ik zat daar gewoon te zitten. Ja, ik heb nooit gestudeerd, want als ik goede punten had, ging mijn ouders me daar laten. Hè. Dus dat is mijn uitweg geweest van niet studeren. Ah, dus je hebt niet gestudeerd, niet uit luiigheid, maar omdat je dacht van, dan halen ze me tenminste terug. Absoluut. Ik had niet gestudeerd, ik moest naar een examen, ik had het boek niet open gedaan. Ik had voor één vak zelfs een E. Dat was nog niet het minste. Ik zei, ik heb geen boek open gedaan. Hoe kan dat? Ah ja, F is het laagste. Ja, F is het laagste. Ik had er nee. Ik zei, hoe kan dat? Ik heb geen boek open gedaan. Ja, dat ben je misschien toch wel slim. Ja, dan ben je misschien toch wel slim, of niet? Ja. Maar goed, maar dan heb je wel daar heel veel shit gezien, geleerd over het leven en over jezelf. Ik ben 33 jaar. Ik haal van mijn 1 jaar. En hoe zeg je dat? De systeem is rot, volgens mij. De rijken worden rijker, armen blijven arm. Ja. En ik haal er 33 jaar en ik zie nog altijd kinderen bedelen. En dan heb ik zoiets van, fuck, we zitten hier in België. Ieder kind wordt geboren met een gelijke kans. Hè. Je moet naar arm zijn, rijk zijn. Ongeveer, hè. Je weet wat ik bedoel. Ja, ik bedoel in een ziekenhuis, als je arm bent of rijk, zal het dezelfde geboorte geven. Ja. Voilà, en dat is wat dat voor en mij... dezelfde service, dezelfde diensten. Exact dezelfde service. Ja, absoluut. En dat is iets wat ik... Ja. Ik zeg dat ook tegen mijn vrienden. Ik zeg, België is meer islamitischer dan Pakistan, want sociale zekerheid, al die dingen, dat is een islamitisch systeem, moet iedereen helpen. In Pakistan heb je dat niet. Armoede, leef maar op straat. Je kunt dat ook christelijk, je kunt dat whatever. Maar dat soort, help de armen, help de mensen. Dit is dat hier is meer is aanwezig dan daar. En, dat sociale systeem, dat vangnet. Vangnet dat we moeten blijven verdedigen voor de zwakkeren. Nu ben ik politiek bezig. Ik ben redelijk akkoord. Ik zat daar net op het terras. Soms heb je op het terras, dan zit je zo andere dingetje. En daar zat zo'n gast en die was zo aan het opscheppen tegen zijn maat dat hem op café Philippe de Winter had leren kennen. Ja. En daarna zei hij, dan gaan we er zo meteen nog iets drinken in de Leeuw van Vlaanderen. Ik zeg, dus tegen zijn maat zo. Oké, ik weet ongeveer... Je zit in Antwerpen, hè? Ja, we zijn in Antwerpen. Dat is dat filmpje op YouTube, hè? Dat kwikt als de konijnen. Anders zijn vallen vrienden.
Ja. Maar ja, dan heb ik altijd van, oh ja, ja, zie je, die, ja, die mensen zijn ja, zo trots zijn op het feit dat je Philippe de Winter hebt leren kennen, ja, ja. Maar ja, ergens, ik ga eerlijk zijn, ik snap de frustratie en ik snap dat je zo'n mensen rap kan overtuigen in, ja. In een ideologie die, ja, die voor mij heel polariserende, jammer genoeg. Snap ik. Nee, ja, dat ben ik. En ik vind ook, daar ben ik helemaal met je eens, en ik vind ook niet dat we op die... Ik ben dan altijd een beetje in de war als ik daarachter wel hoor, ze van Philippe de Winter dit en Leeuwen Vlaanderen dat. Nee. Maar ja, dat zijn gewoon mensen en dat is ook, daar zit ook wel... Je moet die niet als debielen afdoen, want dat zijn ook gewoon ik mensen. Ik heb vrienden die op Vlaams Belang stemmen. Ik woon in Oostende, 20% heeft Vlaams Belang stemmen. Mensen die ik ken. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat is iets, ja, die frustratie en die uiting naar iets anders. Ja, dat is maar hoe verantwoorden zij zich dan naar jou toe? En jij bent de goeie. Hier zit de goeie. Ja, maar dat systeem maakt daar niet uit, hè? Ja, maar dat is gewoon... Nee, het is makkelijk om te bashen op iets als het zo gezegd slecht had, terwijl dat al die vrienden het niet slecht hebben. Hè? Nee. Want dat is gewoon een soort kader dat je schetst. En nou, het is altijd handig, en dan kunnen we misschien zelfs een brugje. Het is altijd makkelijk om iemand anders de schuld van jouw miserie te geven. Absoluut. En dat, ik bedoel, dat is wat heel veel, en ook beginnende comedians ook doen, is zeggen, het was de schuld van het publiek. He, dus niet de schuld bij jezelf te zoeken, maar de schuld bij de omstandigheden, of het publiek, of het voorprogramma, of de MC. Zoals vanavond, hè? Vanavond hebben we een kut-MC, namelijk ik. Oh. En dan kun jij zeggen, ja, kan niet werken met die MC, hè? Op deze manier gaat het niet. Ik red me wel. Ik ben al zo pro, ik red me. Nee, maar snap je, dat is een beetje hetzelfde. Hè? Dat is altijd jezelf die de schuld van iets willen geven. Ik denk dat dat ook iets typisch is aan iedereen die begint met comedy. En iedereen ziet het vanuit zijn stand, zit in zijn bubbel. En ja, in het begin was ik ook zo hoor. Ja, het lag daar. En dan word je volwassen en dan besef je van, ja, fuck it, het is mijn eigen schuld. Ik moet dat maar beter doen. En dat is een proces, denk ik. Ja. Ik ben nu ook 33, dat is normaal in je vroeger. Ben je aan het dromen van een avondvullende show? Absoluut. Ik ben... Ik heb zo... In het begin speelde 5 minuten, heb je geen 10 minuten. Ja. Dan heb je 10 minuten, heb je 20 minuten. En nu kan ik 40 minuten spelen, bij wijze van spelen. Ja, ja. Veel interactie en zo. Dit en dat. Maar uiteraard wil ik naar 1:15 gaan. Ja. Maar alles op zijn tijd. Ik heb tijd. Ik ben momenteel goed aan het spelen. Ik word geboekt. Ze boeken mij voor mijn set. Ik doe dat. En ik zie wel wanneer dat moment er komt. Maar ik wil absoluut een avondvullende show. En ik zie me ook wel later in de comedy bezig. Als ik de juiste stappen maak met... Maar niet zo van, ja, het moet nu of het moet dat. Oké, goed. En heb je al een titel? Ik heb al zoveel titels gehad. Ja, en wat is de laatste? Was degene die nu... De laatste was Gelukzak. Oh ja. Dat was de laatste. Omdat het de rode draad eigenlijk door het... wat dat was, hè. Zoiets kan dat weer veranderen. Ja, natuurlijk. De rode draad was dat ik eigenlijk wel geluk heb in het leven. Op alle vlakken. Ook al ben ik naar Pakistan moeten gaan wonen. En je weet wel, dat je altijd wel terechtkomt. En dat was... Gelukzak is ook zo'n beetje zo West-Vlaams. Ja, vind ik een mooi woord. Gelukzak. Ja. Dat is heel grappig. Dat West-Vlamingen heel graag woorden met een G zeggen, terwijl ze hem niet kunnen uitspreken. Gelukzak, ja. Ja. Maar het kan ook veranderen, hè. Vind ik een mooie titel. Vind ik leuk. Ja, oké, voilà. Kijk, cool. Gelukzak, kom kijken. Voilà. Over een paar jaar Gelukzak bij jou in de zaal. Ja, absoluut. Ik hoop het. Alright. Zeer leuk je te leren kennen. Ja, we hebben elkaar al eens een paar keer ontmoet, maar nu echt fatsoenlijk te leren kennen. En ik kijk er enorm naar uit. En ik wil heel graag zo snel mogelijk Gelukzak in de zaal. Het is dope. Je krijgt gratis tickets. Alright, dat doe ik. Schrijf dan een recensie, maar een goeien. Sowieso. Nee, alright. Abbas, keihard bedankt. Merci.